staan vandaag bij de Grebbelinie. We gaan hier weer verschillende bunkers bezoeken. We zijn hier bij de eerste loopgraven. We gaan even een kijkje nemen. We zijn nu bij de eerste versperring aangekomen. Dit was er zodat de tank op geen een of andere manier weer de linie op konden. Er zijn twee rijen aan draakknetanden. Niet heel erg groot, maar wel leuk om even te zien. Hierachter zouden nog verschillende bunkers liggen, dus gaan we weer even die kant op. We zijn nu bij de eerste bunker, kazemat, van de dag aangekomen. En deze 3A kazemat is er helemaal overgeschild en gerestaureerd. Hier nog met loopgraven eraan, dus we lopen we even om. Dan gaan we even kijken. Dit zijn de loopgraven. Ik kom hier bij de ingang van de bunker. Dat is helaas afgesloten. Hopelijk vinden we vandaag nog een paar open. En dan lopen we weer een stukje verder. Tot de volgende bunker. Hier de tweede SRA kazemat. Deze is niet meer overgeschilderd. Je ziet hier wel aan de vlekken dat hij nog wel wat van de camouflage op heeft gezeten. Niet meer. Het is wel bijzonder, want de bunker daar zo staat naar links. En deze naar rechts. We zijn nu nog met een B-kazemat. Voor zware mitrailleur. Niet de oude ingang. Helaas zit het hier allemaal op slot. Maar hij is nog wel redelijk goed in staat. Dus we gaan even die kant op. Even kijken of er nog wat meer ligt. We zijn nu bij een S7 kazemat. De getallen geven aan hoeveel schietluiken ze hebben. Dit zijn een beetje het systeem van een S3A kazemat. Maar dan met twee gangen ertussen. Hij heeft behoorlijk wat te verduren gehad. Dus vooral aan deze kant heeft hij een aantal voltreffers gehad. We zijn nu nog aangekomen bij wat oude loopgraven. Ze zijn niet gerestaureerd, maar nog wel ontzettend goed te zien. Komt waarschijnlijk ook omdat er vaak in wordt gelopen dat het wat beter is. Nog een nisje. Misschien is daar een kanon of iets gestaan. We hebben al eventjes geen bunker meer gezien, dus we hopen zo weer wat tegen te komen. Weer nieuwe loopgraven. Ik zie in de verte wel wat weer gerestaureerd. Dus met een beetje geluk leidt het ook weer tot een bunker. Nee, maar dit is ook allemaal al aangetast. Dit, ja. Er was zeker de bunker nog aangetast. Ik hoop van niet. Weer een SRA kazemat. Behoorlijk veel kogelgaten hier. Helaas wel weer dicht. Dan hopen we zometeen weer een andere te vinden.
Dat is mooi, jammer. Maar loopt dit pad hier nog in of loopt hij hier ook dood? Nee, dat loopt hier ook dood. Ik denk dat we aan deze kant alle bunkers gehad hebben. Dus dan denk ik dat we gewoon weer even teruglopen. Aan de andere kant van de schans gaan bezoeken. Hier zijn we even bij de andere kant van het stukje vesting. Zo, deze is de jaarkazemat. Hier nog een kazemat. Zo te zien in deze jaarkazemat. Maar dicht en vol met insecten dus. Ik ga hier niet al zo lang blijven. Dan zou, als het goed is, meteen hier zo bij de heuvel de volgende moeten liggen. Ja man, ik zie hem al. Weer dicht. Is die open? Nee, helemaal afgesloten. Tjoo, ja. We zijn er nu bij de laatste bunk van dit stukje. We gaan zo meteen nog iets verder rijden. Ik hoop dat we nog wat vinden. Dit is een Duitse bunker. Maar zo te zien is hij al wel redelijk afgesloten. Ja, dicht. Het is een pachtkazemat uit mijn hoofd. Tenminste voor een pakkanon, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Wel een behoorlijk gebouw. Dan gaan we weer terug naar de auto en dan rijden we zo een stukje door. Dan heb je nog een B-kazemat. Met B-geluk komen we erin. Hier nog een scherfmuurtje. We gaan even inkijken. We hebben eindelijk een ingang gevonden. Grote panzerplaat. We gaan een stukje verder. Hier weer net een jaarkazemat. Ja man. Ik weet dus niet wat ze hiermee hebben geprobeerd. We zijn weer bij net een jaarkazematje. Met of zonder kaas. We zijn hier bij een S3A kazemat aangekomen met klimkoker. Hij is nog best wel mooi in staat. Oh, camouflage. Hallo. Zo. Weer die schietgaten, het is gewoon precies hetzelfde. Ongelooflijk. En hier weer camouflage met de klimkoker. Nou, dan gaan we weer even die kant op lopen. Ik hoop dat we nog wat meer vinden. Hopelijk zo meteen nog een 703, maar dat weet ik niet meer zeker. Hier nog een kazemat. Helaas is deze linie wel veel afgesloten. Ja, weer een stukje verder denk ik. Moet je nog voor content maken. We hebben hier nog de ST 703 gevonden.
We wisten dat hij hier ergens moest liggen. Ik wist het niet. Je noemt het parcours, jongens. Parcours. Wow. Deze is best wel indrukwekkend vanaf hier. Hij past alleen niet helemaal op camera. Is hij zo misschien een beetje? Waarom groeit hier? Het lijkt bijna op bamboe. Nou, toch leuk dat we het nog even gezien hebben. Echt niet. We zijn er nu bij de laatste bunker. We sluiten hem af met een steer weer. Hier waarschijnlijk de hok waar een telefoon heeft gehangen. Hij ligt een keertje open. Twee geschutkamers voor de munitie. En hier heeft het geschut zelf gestaan. En hier zo. Oh. Uitzicht naar buiten. Hier de bak waar al dat stof in kon als ze weer geschoten hebben. Hier is de museumbunker. Is nog erg mooi intact. Mooi dak nog aanwezig. Ja, hij valt me niet tegen voor een museumbunker. Normaal is die bijna helemaal teruggenomen, maar je ziet nog wel veel van de bunker zelf. Het is ook niet meer teruggeschilderd, dat is dan leuk. Hier de loopgraaf. Dat was hem. Hier is de bunker van voor. Ja, voor zo'n openliggende bunker ziet hij nog erg goed uit. Ik had veel graffiti verwacht. Maar niks is minder waard. Het is nog gewoon een leuk bunkertje om even te zien. What the fuck, Hugo? Mooie ST type 703.